plaats. Dan gaan we kijken naar haar landgenote Uemura. Weet hier een voorwaartse salto, een keer geschroefd. En daarna gehurkt. Nieuw geschroefde salto, eindigend in een voorwaartse beweging. Daar gaat het mis bij die voorwaartse geschroefde salto. Miki Uemura, ook zij is klaar met haar finale. Ik kan er zelf om lachen, maar ja. Ze had wat voorsprong op haar landgenote Oshima. Maar de vraag is of ze dat zal kunnen behouden. Na dit moment. Waarbij ze bijna op het achterwerk terecht kwam. Dubbel gehoekt is de laatste serie voor Miki Uemura.